Ik moet zo meteen naar school, maar ik heb er echt geen zin. Maar ik heb wel een plannetje. Jason, de wekker is alweer 10 keer gegaan. Kom nou gewoon eens een keer verder als ik je roep. Het is weer zover hoor. Jason, kom nou eens een keer je bed uit. Je moet naar school. Happetap, wat ga je doen? Waar is ons heen? Jason, gaat het? Papa, ik ben zo ziek. Wat ben je aan het doen dan? Aan het spugen. Oh. Hij staat te spugen. Bleh. Blijf maar thuis hoor, Jason. Blijf maar thuis. Ik hoor dat je ziek bent. Yes! Jason, de wekker is alweer een paar keer gegaan. Waar blijf je nou? Kom er nou eens uit. Ik ben zo ziek. Wat heb je dan, jong? Koorts. Heb jij koorts? De laatste keer trapte ik daarin, maar deze keer ga ik je toch even temperaturen. Hier trap ik geen tweede keer meer in. Ik ga even een thermometertje halen, hè. Trek je broek maar naar beneden! Zo, even kijken. Ja, precies erin. Oké, kom maar jongen, laat maar zien. Hoeveel temperatuur heb jij? 50 graden! Ik bel direct de ambulance, dat is veel te hoog! 112. Ja? Ja, met meneer Koets. Ja, ik heb heel snel een ambulance nodig. Ik heb hier een jongen die heeft 50 graden koorts. Die moet direct naar het ziekenhuis. Jason, hoe lang duurt het nou? Ik heb je al een paar keer geroepen, kom nou eens een keer je bed uit. Ik heb geen arm meer. Je hebt geen arm meer? Hoe bedoel je, ik heb geen arm meer? Kijk, vanzelf. Waar is je arm heen dan? Ook weer door kevels. En nu dan? Kon ik niet naar school dan met die, had ik eerst deze hand gehad. Ja, toen, hè? Ja. Ja, toen schrijf ik alleen met deze hand. Met deze hand kan ik helemaal niet schrijven. Dan doet deze hand altijd, houdt altijd het ding vast. Maar niet schrijven, dan schrijf alles verkeerd. Dus daarom kan ik niet naar school. Jij kan gewoon naar school. Eruit? Nee. Lopen. Schrijf je met die andere hand. Jongens, eigenlijk het is 6 uur 's morgens, maar ik ben eerder wakker dan papa. Eigenlijk en papa gaan me zo wakker maken, omdat ik naar school moet. Maar ik wil niet naar school, daarom school is stom. Ik heb een idee waar ik niet naar school hoef te gaan. Kom maar mee. Papa staat daar. Doodmoe word je van een mannetje. Kom er nou eens uit, Jason. De wekker is al 10 keer gegaan. Uit bed nu. Papa, dat is zo ziek. Oh, ik voel het, ja. Je hebt een heel warm voorhoofd. Blijf jij maar lekker thuis, schat. Want met koorts mag jij natuurlijk niet naar school. Ik ga direct de juffrouw bellen. Wacht even nog, Jason. Wacht even nog. Nog even een kusje voordat je naar school gaat. Oké. Veel plezier op school, hè? Veel plezier. En uitkijken onderweg, hè? Ja, dat doe ik altijd. Ja? Veel plezier op school. Dag! Ja. Rust. Eindelijk rust. Geen kinderen omheen. Ze zijn naar school. Heerlijk. Let op mijn truc. En dan mijn kletje.
Daar gaat mijn rust alweer. Dus die jongen is gevallen. Oh, snel naar buiten. Wat is er, schat? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd, lieverd? Is dat bloed? Ja. Oh, ik ga een verbanddoos halen. Blijf rustig liggen. Snel een kleine verbandtrommeltje meenemen. Ai, 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 dat ziet er lelijk uit. Even kijken hoe er in die doos op zitten, schat. Nog een verbanddoos in een verbanddoos. Hè? Dat is makkelijk. Even kijken of er pleisters hier of iets. Nog een doosje, weer een doosje. Allemaal doosjes in doosjes, doosjes. Wat heb ik nodig? Wat heb ik nodig? Gaat het nog? Gaat het nog? Ja, blijf je nog bij kennis? Blijf je nog bij kennis? Nee! Oh. Heb ik geen verband? Ach, geen verband. Kom, Jason, ik bel de ambulance. We gaan naar het ziekenhuis. Ik rij zelf al, pak de auto al. Kom maar, schat. Kom, snel. Snel naar het ziekenhuis. Papa gaat me straks wakker maken, maar ik heb geen zin om naar school te gaan. Daarom ga ik in de kalender schrijven als het weekend is. Jason, de wek is nou weer 10 keer eraan. Waarom sta je niet gewoon even op? Welke kalender? Wat de kalender? Het is tot dinsdag. Het is weekend. Ik moet vandaag naar school, maar ik heb geen zin om naar school te gaan. Dan ga ik een brief schrijven naar mijn vader. Jason, de wek is alweer 10 keer gegaan. Kom nou gewoon eens een keer bedden als ik je roep. Papa, waarom scheur je zo altijd? Ik heb een briefje van de juf. Welk briefje van de juf heb jij? Ja, omdat ik vrij heeft. Vrij heb? Ja. Dit is een briefje van jouw juffrouw? Ja. Ja. Ga het eens even lezen dan, hè? Ja. Beste papa, Jason heeft vandaag vrij. Groetjes juf Nikki. Ik zei het toch. Gedraag je op school liever vandaag? Ja hoor. Ja? Lief zijn voor de juffrouw? Ja. Goed je best doen. Dag schat. Dag. Doei. Zo, papa is toch al binnen, dus hij is mijn dag. Tada, hiermee laat ik hem leeglopen. Tada! Hé, Jason is al thuis. Papa, wat doe jij thuis? Onderweg, hè? Ja? Was ik eigenlijk over een steentje gereden. Ik wist ook niet wat het was. Ik laat niet opgelet. Alleen ik heb mijn achterkant helemaal leeg gelaten. Nu is mijn achterkant leeg. Oh, je geluid is helemaal leeg. Ja, daar kan je niet meer mee fietsen. Hoe kom je nou op school dan? Niet. Niet? Nee. Ja, je hebt wel gelijk. We hebben alleen maar de fiets. Mama heeft de auto meegenomen. We hebben ook geen auto vandaag. Papa gaat het proberen te maken voor jou. Maar ga er maar niet vanuit dat het lukt vandaag. Dus ga er maar vanuit dat je vandaag vrij hebt. Yeah! Morgen moet ik naar school. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik heb een goede list bedacht. Ik ga tekeningen maken omdat je eigenlijk ontvoerd bent door de aliens. Dit hè? Dan weten alle mensen als ik er ben. Jason, ga je bed in, het is tijd. Je moet slapen. Oh, oké. Okay. Droom maar zacht, mijn kleine vriend. Slaap lekker. Dag. En nu ga ik lekker op school gamen. Misschien wordt het wel. Ja. Zouden jou lekker even draaien? Weer is die jongen niet op tijd. Jason, kom nou eens het bed uit. Jason.
Jason! Jason! Stad? Jason Koet. Een UFO. Aliens. Hij is ontvoerd. Nee! We gaan even draaien, mam. Nee, mijn kleine jongen is ontvoerd door aliens. Nee! Oh, Jason! Waar ben je, Jason? Kom snel thuis! Papa denkt dat ik echt ontvoerd ben, dus hahaha. Ik moet zo meteen naar school, maar ik heb echt geen zin. Maar ik heb wel een plannetje. Dus ik ga op mijn hoofd stippen maken en dan laat ik het net waterbuisjes. En dan denk ik, papa, ja, blijf maar thuis. Ja, dus dat gaan we even doen. En oeh, dat klopt wel. Nu denk ik echt dat ik ziek ben. Slaap lekker. Jason, de wekker is alweer 10 keer gegaan. Kom er nou eens een keertje uit. Huh? Wat is er met jou gebeurd? Ik voel me niet zo lekker. Nee, ik zie het. Dat zijn allemaal rare vlekken op jouw gezicht. Ik ga de dokter bellen, schat. Ja. Blijf jij nou even lekker in bed? Ja, dan komt de dokter zo meteen naar je kijken. Hè, schatje? En dan komt het hopelijk goed. Blijf lekker liggen. Je hoeft vandaag niet naar school. Ja? Dag, schatje. Tot zo. Ik ga bellen, hè? Yes, het is gelukt. Welkom bij de After Movie, dames en heren. In dit stukje laten we altijd zien wat er allemaal misgaat. Nou. Veel kijkplezier. Jason, gaat het? Ja, ik ben aan het spugen. Ah, ben je zo ziek? Ja. Ik hoor het, ja. Weet je wat? Jij mag vandaag thuis blijven. Yes! Dat hoorde ik. No shit. Ja, dat is. We zijn zo, dat is wel voldoende. Zo, dat is wel voldoende. Ik heb echt zin, maar ik voel het echt niet en ik zie het ook niet, echt niet. Ik ga even bij de spiegel kijken, want daar zie ik het al. Wat ga je doen? Op je knie staan. Op mijn knie? Ja. Hallo. Ja, hey, ik ben geen klimmerhek. Kom, ga eraf. Jawel. Hey, kom, ga eraf. Nou. Kleine aap. Even kijken. Ja, ik zie deze kind. Ja, ik kan daar niet op staan, want ik sta op mijn hoofd en op mijn knieën. Oh, dan kan ik even op de wasbak staan. Nee, niet op de wasbak, ben je gek? Ga naar beneden. Ga naar beneden! Naar de val, joh. Graag. Dingen had je altijd bedenkt. Je lijkt je vader wel. Best. Wat staat hier? Weet ik dat, jij schrijft dat. Van. A. De A. Nog een keer de A. En dan de G. De G. Ja, zoiets lijkt het wat daar. Oké, vrij. Schrijf maar vrij erachter. Wat staat hier dan? Nou, wat hier geschreven staat is... Beste papa, Jason ons heeft vandaag vrij goed je chiffre, Nikki. Nou, de bedoeling was dat hier stond... Beste papa, Jason heeft vandaag vrij groetjes, juffrouw Nikki. Maar dat maakt niet uit. Zo hoort het ook te zijn. Oh, wacht. Dan doet hij net alsof als de juffrouw dat heeft doorgestuurd. Juist. En dan geven die dadelijk aan papa. Allemaal kinderen aan de deur. Even kijken. Kijk, ze is rennen, joh. Kijk, ze is rennen. Hebben ze belletje zitten lellen? Zitten ze belletje te lellen? Ach, 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 ach. Nou, dat is grappig. Ja. Nou. Wat had jij gemaakt? Dit is... Wacht. Aliens hebben toch geen haren? Wat zeg je? Aliens hebben geen haren. Hebben geen haren, aliens? Nee, weet ik niet. Heb je al een alien gezien dan? Nee. Jawel, dat gaat weer. Nee, toch? Nee, ja, ik weet niet. De aliens... Ja, maar deze slang heb ik wel gezien. Ja. Dat was een alien. Moet een octopus. Moet een octopus voorstellen, jong. Nee, een alien is gewoon buitenaards wezen, maar dat kan van alles zijn. Mensen hebben daar dingen bij bedacht, maar of ze zo eruit zien, weten we natuurlijk niet. We hebben nooit aliens gezien. Dat is handig met zo'n bel, hè. Kun je gewoon zien wie er aangebeld heeft. Oeh, wagen op de koelij. Oeh. Wat een boefjes, hè. Wat een boefjes, hè? Schat, ze gewoon buiten lullen. Dat is niet goed. Wat een boefjes. Kost papa weer extra stroom. Ik heb een verbandtrommeltje heb ik bij me, zoon. Oh. Even kijken, wat is het allemaal? Waar bloedje? Oeh, je hele hand ligt open. Ja, kom maar. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Neem het rustig, rustig. Eerst deze. Goed inademen. Uitademen. Inademen. Uitademen. Goed zo.
spullen moeten erin. Nou, moet je zien. We hebben zo'n verbandtrommel. Maar ik heb geen verband. Er zit totaal geen verband in. Wel een grote pijp. Zie je? Wil je dat laten? Wil je dat laten? Wil je dat laten? Dan hebben we wel echt een lekker band nu. Hoe gaan we dat oplossen? Jij gaat hem oppompen. Jij gaat hem oppompen. Jij. Jij. Jij? Dan jij. Dit is jouw sketch. Jij. Nee, het is onze sketch. Wie had er gisteren dat lekker band idee, toch? Jij toch? Ja, maar jij zei het. Dus jij gaat hem oppompen. Nou, dat doen we het samen even. Ruim jij je jas op en je tas op. En zeker je schoenen. Die schoenen moet je even afvegen met een wc-papiertje. Niet zo door mijn gang heen lopen, want dan wordt alles vies. Ga die toch wel sneller doen, hè? Vindt die toch leuk, hè? Om de professor te spelen. Goed erop drukken, ja. En nou indrukken. Ja, papa. Oh. Hey, je moet je oren uitspuiten. Je moet je oren uitspuiten. Zo, ga verder oppompen. Dat komen we nooit klaar, joh. Vind jij het leuk om te maken? Ja! Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het even te snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet, hè. Tot de volgende keer.